Dan gaan we nu naar de eerste presentatie voor na de pauze. Dat is Ruud Steen van het Waterlaboratorium. Die gaat ons iets vertellen over de analyse van microverontreinigingen. Een onmogelijke opgave. Dat is een goede vraag. Ik ben heel benieuwd, Ruud. Ja. Dankjewel, Henri. Allereerst bedankt voor de uitnodiging wat te mogen vertellen over analytische chemie in een toch wat ander symposium dan ik normaal gesproken op sta te praten. Maar ik ga jullie meenemen in de wereld achter de getallen. En vooral over de wereld van onzekerheid die bij die getallen hoort. Want we hebben veel analyse getallen voorbij zien komen vandaag. Er worden belangrijke beslissingen opgenomen op basis van die meetgegevens. Maar daar zitten wel een aantal aspecten bij die ik graag met jullie deel. We hebben het over afvalwater. Wij zijn een drinkwaterlaboratorium. Onze aandeelhouders zijn PWN, Waternet en Dunea. Situeerd in Haarlem. Maar sinds een aantal jaren zijn we al betrokken bij verschillende projecten op het gebied van afvalwater. En dat is begonnen eigenlijk met de TU Delft. Een aantal projecten die nieuwe zuiveringstechnologieën aan het ontwikkelen was. Maar ook die drinkwaterbedrijven die werken natuurlijk steeds meer samen met afvalwaterbedrijven. Waternet sowieso in één bedrijf. Maar ook Dunea met Delftland. Rivierenland werken ze veel meer samen. En ook PWM met het Hollands Noorderkwartier. Dus wij zijn ook betrokken geweest bij het project van Pakas. En bij het project van Goosland, waar we samen met Waterproef ook analyses voor van plan zijn te gaan uitvoeren. Eentje terug. Ja, hoe gaat dat in de praktijk als u een onderzoeksvraag heeft? U heeft een lijstje van stoffen die u misschien wil meten om een zuiveringsstap te willen beoordelen. U gaat dus wat rondvragen bij verschillende laboratoria. Welke stoffen kunnen jullie meten? En de eerste vraag is eigenlijk die gesteld wordt is, hoe gevoelig doen jullie dat? Dan stuur je je fles in, je krijgt getallen terug op een rapport of in een Excel-sheet. Je zet ze in een tabelletje, in een grafiekje en je begint conclusies te trekken. En eigenlijk beschouw je dan het hele labproces als een zwarte doos, als een black box. Je stuurt je monstertje in, je krijgt je getallen terug. En je gaat aan de slag. Maar het is een grote maar. Er zijn namelijk heel veel andere aspecten waar je rekening mee moet houden. Ons inziens. Allereerst is de methode die wordt aangeboden door het laboratorium überhaupt wel geschikt voor het type monster wat je aanbiedt. Je hebt verschillende soorten afvalwater. Het ene afvalwater is het andere afvalwater niet. Hoe betrouwbaar is die methode en hoe beoordeel ik dat? En er zitten zo vaak is het zo, zeker met organische microverontreinigingen, dat er heel veel stoffen in één meetanalyse zitten. En doen die stoffen het nou allemaal hetzelfde? Nou, dat zijn allemaal aspecten om mee te nemen. En zeker dat beoordelen van zo'n meettechnologie, dat kan je doen aan de hand van prestatiekenmerken. Elk laboratorium die is verplicht om ook, zeker als ze geaccrediteerd zijn, prestatiekenmerken vast te stellen voordat ze in gebruik nemen. Allereerst de rapportagegrens wordt vastgesteld en dat is toch iets anders dan de aantoonbaarheidsgrens. Een rapportagegrens is echt bedoeld voor een indicatie voor de gevoeligheid van een methode voor de langere termijn. Het is natuurlijk zo dat een analist op maandagochtend iets anders in zijn vel zit dan misschien op de woensdagmiddag. Zijn apparatuur heeft vanzelfde gevoelsmatige slechte dag of een goede dag. Dus daar zit spreiding in gedurende de periode. Dat wordt allemaal meegenomen in de reproduceerbaarheid, op basis van reproduceerbaarheid gebaseerde rapportagegrens. Eigenlijk een soort waarborg dat het monster wat je vandaag aanlevert dezelfde rapportagegrens heeft als een monster wat je een maand later aanlevert. Dat wat betreft de gevoeligheid, maar de meetnauwkeurigheid is natuurlijk ook van belang. Daar hebben we een meetterm voor, dat heet de meetonzekerheid. En die bestaat weer uit twee aspecten, namelijk de juistheid en de reproduceerbaarheid. Dat wordt hier een beetje toegelicht. Ik vind dit trouwens een heel kikkie ding. Ik vind het heel leuk om er even toe te geven. De juistheid wordt gekenmerkt door hoe waar is de waarde. Hoe waar benadert het meetgetal de ware waarde in het monster. En het kan best zijn dat je een hele hoge reproduceerbaarheid, hele lage spreiding, maar je zit er wel een stukje naast. Dat is dus een systematische fout. Zo heb je ook metingen die gemiddeld wel aardig in de buurt komen van de ware waarde, maar een wat grotere spreiding hebben. Dit is het ideale geval, precies on target,
En je hebt ook methodes die het wat minder goed doen. Het zit er wat naast en de spreiding is wat groter. Dit zijn ook prestatiekenmerken die volgens een NEN-methode dien je die vast te stellen. 7777. En dat validatieonderzoek doe je dus voorafgaand als je een methode in gebruik neemt. En dat doe je voor verschillende matrices. Een methode, we weten allemaal dat die in drinkwater een veel schonere matrix vaak beter presteert dan in bijvoorbeeld afvalwater. Dus dat stel je van tevoren vast, maar ook als je je analysemethode in gebruik hebt, bouw je allerlei controles in. Het is heel belangrijk om dan controlemonsters in te bouwen in een matrix die je ook normaal gesproken in de praktijk tegenkomt. Dat je niet altijd maar een controlestandaard meeneemt in je schone drinkwatermonster, maar dat je dat wisselend doet. Dus af en toe neem je eens een afvalwater mee, af en toe neem je een oppervlaktewatermonster mee. En het kan zo zijn dat je een hele specifieke projectopdracht krijgt, dat je gewoon dat monster van die specifieke locatie meeneemt in je controleonderzoek. En dan is nog van belang als je niet altijd is de juistheid als prestatieindicator van belang. Je kunt soms toe met de reproduceerbaarheid alleen, zeker in het geval als je vergelijkend onderzoek doet. Als je twee typen, zoals à la Pacas onderzoek, twee typen zuiveringen wilt beoordelen in een vergelijkbare matrix, dan is de spreiding is dan veel belangrijker dan dat er nou exact het juiste getal wordt voorspeld. Verder zijn prestatiekenmerken afhankelijk van het niveau waarop je dat bepaalt. Als je dichter bij die rapportagegrens je prestatiekenmerken vaststelt, dan is het een grotere uitdaging om nauwkeurig te meten dan dat je dat op een veel hoger concentratieniveau doet. En het niveau waar je op valideert is natuurlijk afhankelijk van de scope van die analyse waar je hem voor toepast. En voor drinkwaterbedrijven is dat de drinkwaterwet. Bijvoorbeeld voor een bestrijdingsmiddel valideren we dan ook op dat 0,1 microgram per liter niveau als voorbeeld. En in de drinkwaterwet staat ook echt voorgeschreven hoe nauwkeurig en robuust een methode dient te zijn. En dat voor drinkwater geldt dat dan dat het 25% de reproduceerbaarheid is en de juistheid moet ergens tussen de 75 en de 125%. Een beetje verwachtingsmanagement wat je mag verwachten van een standaard analysemethode op microverontreinigingen, zelfs in drinkwater. Verder, als u aan de slag gaat met het laboratorium, bij het laboratorium dient ook, volgens de Raad voor de Accreditatie, als ze een sterlab zijn, dienen ze ook die prestatiekenmerken opvraagbaar te maken en aan te bieden. Wij doen dat zelf op onze website actief. Dat doet bijvoorbeeld een Aquon ook netjes met een gelinkt downloadlink. Dan kan je prima al die prestatiekenmerken downloaden. Aqualysis doet dat ook via een PDF. Maar het is wel belangrijk dat een lab gewoon goed inzage geeft in wat nou de betrouwbaarheid is van zijn methode. Hier een voorbeeldje van wat je nou eigenlijk mag verwachten. Een bestrijdingsmiddel, tocofosmetiel. Een controlemonster is dus wat we bij elke meetserie meenemen. Hier staan dus de meetseries. Dit is wat je hier ziet, is een controlekaart. Dus elke meetserie die eens in de week, eens in de twee weken, eens in de maand voorbij komt, wordt zo'n controlemonster meegenomen. Daar wordt een bekende hoeveelheid van die stof aan je wisselende matrix toegevoegd. En je gaat gewoon kijken, kan ik die hoeveelheid ook terugvinden? In het geval van tocofosmetiel vind je zo gemiddeld een 105% terug. Dus de juistheid is ongeveer 5%. En je ziet dat in die wisselende matrices, de ene keer vind je wat meer terug, de andere keer wat minder. Dan krijg je een bepaalde indicatie van wat de spreiding van zo'n component is in dit geval. Hier dan voor een heel rits aan bestrijdingsmiddelen in één methode. Ook weer bepaald op dat 0,1 microgram per liter niveau. En dan zie je dus dat is trouwens de meetonzekerheid, dus de samenstelling van de juistheid en de reproduceerbaarheid. Dan zie je dat voor zowel drinkwater, ik zit wat te klooien, ik vind hem leuk, maar het is nog best lastig. Afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater, de kleurtjes. Dan zie je dat voor heel veel verbindingen het eigenlijk prima gaat. En dan zie je ook niet zo heel veel onderscheid tussen die verschillende matrices. Deze methode is dus blijkbaar vrij robuust. Met een meetonzekerheid die beneden die 20% zit, zelfs voor die andere matrices.
voor het overgrote deel van de stoffen. Maar er zitten dus wel degelijk ook stoffen bij die slechter presteren. Hier bijvoorbeeld een stof die qua verschil tussen de verschillende matrices het nog niet eens zo slecht doet, maar wel blijkbaar een hele grote systematische afwijking heeft. Nou, daar dien je dus allemaal rekening mee te houden. En een van de aspecten die daarbij spelen is dat wij gebruik maken, en trouwens niet alleen wij, dat doen heel veel analyselaboratoria, van zogenaamde multi-component methodes. Er zitten soms wel 40 tot 70 stoffen in één methode. En dan moet je concessies doen. Je kunt niet één methode voor al die stoffen ideaal laten verlopen. En dat komt een beetje omdat wij toch afstappen van het maar meten wat een ander al gemeten heeft. We kijken wel degelijk, ook vanuit het risicogestuurd monitoren, wat in de drinkwaterwereld heel relevant aan het worden is. Vooral te richten op de relevante stoffen. Dus wat zijn nou gebruiksgegevens van in dit geval geneesmiddelen? Of hoe ziet het stroomgebiedsbeheersplan eruit? En wat voor bestrijdingsmiddelen worden daar nou zoal genoemd? En daar ga je je methodiek op richten. Dus daardoor doorbreek je die vicieuze cirkel van alleen maar meten wat al eens een keer gemeten is. Maar ja, je methode is daarmee niet meteen optimaal voor al je stoffen. Hier een voorbeeld van geneesmiddelen. En toen wij onze methode voor geneesmiddelen gingen ontwikkelen, normstelling is natuurlijk sowieso niet aan de orde. Maar hebben wij gemeend dat we dat op een lager niveau zouden willen dan bestrijdingsmiddelen. Dus wij doen dat op zo'n 10 tot 50 nanogram per liter niveau. En dan zie je A, dat dat een effect heeft op de totale meetonzekerheid van die stof op dat niveau. En je ziet ook grote verschillen in prestaties. Het grote deel doet het best goed, maar er zitten erbij waarvan je denkt, wat moet ik hiermee met een meetonzekerheid van 800%? Niet zoveel. Je kunt het hooguit gebruiken van, ja, die stof zit er wel degelijk in, maar meer conclusies mag je eigenlijk niet trekken. Maar er zitten wel degelijk stoffen bij die het gewoon prima doen, met een hele lage meetonzekerheid. En dat geeft eigenlijk aan dat je met heel veel verstand naar die verschillende stoffen moet kijken. En dus ook naar je meetpakket zo moet kiezen en je conclusie zo moet trekken op basis van de juiste gegevens. Kies nou de juiste stof. Algemeen kan je stellen dat in drinkwater je betere prestatiekenmerken krijgt dan in oppervlaktewater en in effluenten. Influenten is natuurlijk echt het grootste uitdaging. En daar zien we ook dat het soms ook gewoon niet lukt in ons geval. En dat komt door matrixeffecten. We weten allemaal dat die type matrix er verschillend uitzien. En dat ze verschillende hoeveelheid organische bestanddelen hebben. En met name die organische bestanddelen zijn van groot effect. En dat noemen wij in analytische termen matrixeffecten. Ik zal het niet helemaal uit gaan leggen. Maar wat er gebeurd is we maken gebruik van vloeistofchromatografie. Dat zijn scheidingstechnieken in de vloeistoffase. We maken gebruik van massaspectrometrie als detectietechniek. Dat vindt plaats in een vacuümsysteem. Dus je moet die moleculen vanuit die vloeistof in de gasfase krijgen. En dat gebeurt via dat noemen ze een elektrospray. Dat is een verstuiver. En in dat proces van hele kleine druppeltjes ioniseren naar de dampfase, daar ondervinden die componenten heel veel last van allerlei andere bestanddelen in dat monster. Zoals die humuszuren en die andere organische bestanddelen. Daar kun je wel wat aan doen. Je kunt beginnen met goede monstervoorbehandeling. Filtreren is daar het makkelijkste van. Je moet je chromatografie moet je goed organiseren. En je kunt corrigeren. Dat kun je doen met een stof toevoegen die niet in je monster zit. En daar kun je wat correcties voor toevoegen. Je kunt ook je monster gewoon twee keer meten. Je meet hem eerst een keertje door. Je voegt daarna een standaard toe met een bepaalde hoeveelheid. Je meet het monster nog een keer. En dan weet je wat de respons van je systeem is. En daar kun je dan voor corrigeren. Het beste werkt het met, dat is natuurlijk duur. Hè? Als je je monster twee keer, het zijn al dure analyses, dan moet je ze nog twee keer analyseren ook. Dan loopt de prijs aardig op. Je kunt ook gebruik maken van isotoop gelabelde standaarden. Daar zit er een gedeutereerd molecuul op. In plaats van een H zit er een deuterium molecuul op. Of in plaats van een 12C zit er een 13C molecuul op. Die kun je in die massaspectrometer kun je die stoffen prima uit elkaar houden. Terwijl ze chemisch gezien exact hetzelfde gedragen.
En als er dus verliezen optreden in je analysemethode, kun je daar heel goed voor corrigeren. Maar ook die interne standaarden zijn aan, niet altijd beschikbaar voor elke stof. En als ze beschikbaar zijn, zijn ze relatief duur in aanschaf. En zeker in het geval van influenten, soms lukt het niet. En dan is het, geldt het al oude adagium, solution, wat zeg ik? The solution to pollution is dilution. Je moet ze gewoon verdunnen, dan beperk je de invloed van die matige bestanddelen. Maar je rapportagegrens gaat natuurlijk wel omhoog. Want je verdunt natuurlijk ook je component. Nou, wat algemene conclusies. Analyse in afvalwater is geen sinecure. Het is echt moeilijk. Maar niet onmogelijk. Als je maar met verstand van zaken naar je analyse kijkt. En het is ook hier een oproep aan iedereen die met analyses van microverontreiniging in afvalwater aan de slag gaat. Ga met dat lab in gesprek. Betrek niet alleen die gladde accountmanager die spreekt. Maar betrek hè Marco, sorry daarvoor. Maar betrek ook die analist die precies weet wat er aan de hand is met dat monster en met die stof. Dat kost misschien wat meer energie van de opdrachtgeverskant. Het kost zeker wat meer energie van het laboratoriumkant. Maar het heeft zo ontzettend veel meerwaarde als je weet waar je over praat. Als je weet wat de spreidingen zijn. Want er zijn gewoon keuzes te maken in hoeveel waarde je aan het ene getal hecht ten opzichte van een ander getal. Zodat je ook gewoon veel beter gefundeerde beslissingen kunt nemen. Ja, dus transparantie over prestatiekenmerken leidt tot betere interpretatie van metergegevens. En beschouw het lab niet als een black box. Daar wou ik het bij laten. Kijk je in de black box. Ik dacht altijd dat dat nog een beetje de enige waarheid was, de analysegegevens, maar dat is ook al niet meer zo. Ik hoor altijd over analyses van dat ze zo ontzettend duur zijn. Zit daar nog ontwikkeling in? Gaan we nog de komende jaren minder betalen? Kijk, natuurlijk, hè, dat is het enige al een goede antwoord. Maar we hebben natuurlijk al een ontwikkeling in die zin doorgemaakt. Dat we vroeger met die multicomponentmethodes bedoel ik. Want vroeger had je voor de herbicide, de fungicide en al die verschillende stofgroepen van bestrijdingsmiddelen, had je elke keer een aparte analyse nodig. Nu doen wij analyses van 40, 70, 80 stoffen in één keer. Dus daar zit een efficiëntiewinst. Er zit ook een efficiëntiewinst in de gevoeligheid van die meetapparatuur, zodat onze monstervoorbewerking eenvoudiger kan. Of dat zich nou direct vertaalt in een goedkopere prijs, dat durf ik niet te zeggen. Maar we gaan het zien. Er zit nog steeds ontwikkeling in. Ja. Zijn er nog brandende vragen? Sjors, ik kom naar je toe. Hi, ik ben Sjors van Hals Doornkwartier. Een praatje naar mijn hart. Wij werken samen met HWL en met Waterproef. Ik heb nog nooit met zoveel doktoren om tafel gezeten als het over de analytische methodes gaat. Het valt mij op dat het echt ontzettend moeilijk is, dat analyseren. En volgende week ga ik met Gerrit van der Honing, hij zit daar, de analist, ga ik me eens echt voor laten lichten hoe dat nou precies gaat. Als ik zie wat er allemaal gebeurt. We hebben een hoop proeven in Nederland en we laten allemaal bij laboratoria analyses uitvoeren. Het zijn allemaal verschillende pakketten, verschillende soorten stoffen, verschillende soorten volbehandelen denk ik zelfs ook. Wat zou je ons nou adviseren? Moeten we nou doorgaan met allemaal pakketten over Nederland verspreid of moeten we een uniforme methode van volbehandeling, analysering van een aantal stoffen gaan hanteren? Lijken bijvoorbeeld voor CST2 heb je een NEN-norm en dan weet je een beetje dat het op die manier gebeurt. Ja. Voor die organische analyses zijn soms wel normen beschikbaar, voor de standaard PAX-methodes bijvoorbeeld. Voor dit soort nieuwere organische microverontreiniging is dat gewoon lastig, want het is zo'n verschuivend palet van stoffen die ineens relevant worden, dat normering soms wel belemmerend kan werken. En in principe is natuurlijk die raad voor accreditatie waar ik het over heb en een goede validatie uitvoeren, is een mate van borging dat er betrouwbare resultaten uitkomen. Of in ieder geval resultaten uitkomen waarvan bekend is wat de betrouwbaarheid is. En dat is mijn beroep. Mijn boodschap ook van beschouw dat getal niet als gegeven, maar betrek die meetonzekerheid erbij bij je interpretatie. Dus de volbehandeling, de
Ja, maar kijk, het is toch zo dat, dat als je de normering kan ook belemmerend werken in de doorontwikkeling van nieuwe technologieën. Dus ja, afspraken maken over hoe je het beste kan doen, daar ben ik het helemaal voor. Dat doen we ook bijvoorbeeld met nieuwe technieken rond screeningsonderzoek. Echt het onderzoek naar nieuwe, onbekende stoffen. Dat staat nog meer in de kinderschoenen. En daar doet iedereen wat hem goed dunkt. En dat is in deze fase van onderzoeken, denk ik, alleen maar prima. Vrijheid in innovatie, zou ik zeggen. Maar wel afspraken maken over wat je belangrijk vindt om als criterium om je methode te beoordelen. Dus afspraken maken over hoe je dingen doet en waar je op moet letten, dat vind ik prima. Maar volgens een norm heel strak voorschrijven heeft een keerzijde. En in principe is het zo, als een laboratorium zijn methode geaccrediteerd heeft, dan zegt dat wel wat. En daar is er in ieder geval over nagedacht. Gezien de tijd moeten we door, dus nogmaals bedankt Ruud voor je bijdrage.